Kwestie. Oh, nu zijn wij? Ja, wij zijn nu, ja. Oh. Want we staan hier een beetje op afstand zo te kijken naar de plek waar jij voor in de race was voor de rol van Evita. Je bent uiteindelijk 70 geworden. Als je dit zo op een afstandje bekijkt, wat denk je dan? Wat gaat er dan door jou heen in je gedachten? Ja, alles komt weer terug. Al die spanning en vooral ook dat het nu weer meiden zijn. Ik heb natuurlijk met Jozef ook wel gevolgd, maar dat het meiden zijn maakt dat het ineens weer heel erg terugkomt allemaal. En dat je weer kan voorstellen hoe eng het was om die trap af te komen en je liedje te moeten zingen. Want daar zit dan veel vergelijking in inderdaad. Sophie doet dit weer gewoon mee. Mm. Had jij ook mee willen doen? Nee. Want? Dit is niet mijn droomrol. En ik vind dat Sophie echt de goede keuze heeft gemaakt om het wel te doen. Ja. Maar nee. Wat is dan jouw droomrol? Ik heb niet echt een droomrol, denk ik. Nee? Nee, nog niet. Misschien komt dat nog. Want meegedaan aan Evita, wat heb je ondertussen aan gedaan? Anna Tefka heb je meegedaan? Daarna heb ik Anna Tefka ingespeeld afgelopen jaar. Daarna heb ik een muziektheatervoorstelling gedaan en een film. En nu ben ik me weer aan het voorbereiden op een volgende film. En je doet ook een klassieke, hoe moet je dat zeggen, klassieke zang, geloof ik, hè? Nou, ik volg wel klassieke zanglessen. Okay, als je nu moet kiezen, zang, film, theater? Op dit moment weet ik het echt niet. Ik zit nu zo in zo'n stramien van ik vind alles leuk en het komt allemaal op mijn pad. En ik pak het gewoon aan. Je bent je kansen gewoon aan het spreiden. Ja, ik wed op meer dan één paard. Ja, heel goed. Hey, je hebt wel eens in een weblog, want ik heb eens even bestudeerd wat je allemaal opgetypt hebt in die spannende tijd van... En je zei echt, het hakt erin, zo'n dag hier. Ik ben een emotioneel wrakje op de maandag. En omgaan met negatieve kritiek. Ligt dus toe dit? Ik weet wel dat die maandagen waren echt een hel. Dan werd ik wakker en dan voelde ik me echt geradbraakt. Van het niet kunnen eten, van de spanning. En inderdaad dat je dan een negatieve kritiek ooit kreeg. Of een puntje waar je aan moest werken. Ja. Wat natuurlijk goed bedoeld is, maar je denkt echt... Oh, ik doe al zo mijn best. En... Oh, je was niet echt vrienden met Erwin, hè? Nee. Die zei een keer keihard nee tegen je, hè? Ja, wel meer dan één keer volgens mij, ja. En hoe ga je daarmee om? En op dat moment laat je het gewoon maar gebeuren. En later heb ik er heel veel aan gehad. Uiteindelijk wel, maar dat komt pas veel later. Ja. Ik onderbreek ons interview. We gaan zo even verder. Want er is één speciaal moment waar Amir nu getuige van is. En dat is een gesprek met Mike. En Mike heeft nu heel even voor ons de tijd. We schakelen over naar Mike. Zeker na jullie onderbreking staan we hier voor de gevrezen stoelen van het panel. En van Willem Nijholt. Ja, als je hier ervoor staat. Ik zie het nu ook dat we hier staan. Ja. We gaan even dichterbij. Goed, welke stoel zou je het liefst omver willen schoppen? Nou, geen stoel omver schoppen. Daar zijn ze veel te mooi voor. Nee, maar je had het net even over Erwin. Uiteindelijk was je blij met zijn commentaar, licht toe? Kijk, hij had natuurlijk wel een beetje gelijk. Want ik was toen net van school en dan ga je voor zo'n grote rol als Evita. Daar was ik natuurlijk nog helemaal niet klaar voor. Maar je krijgt de kans om aan zo'n programma mee te doen. En die kans heb ik toch maar aangenomen. En, Je krijgt bij Mary Backstage nu ook een kans. No. Je mag plaats gaan nemen op één van de stoelen. Oh. Welke wordt het? Mag ik ook op de paarse stoel? Zeker, ga maar zitten. Kijk maar eens even hoe dat voelt. Dan kom ik op dat hele kleine krukje. Ik heb geen idee voor wie dat krukje is. Heeft hij een tackle bij zich of zo? Oh, die zit wel... Die zit lekker. Ja? Ja. Nou, geniet er nog even van. Want Babette, jij mag nu gaan elimineren. Heel veel succes. Hoeveel moeten er afvallen? Allemaal, totdat er één overblijft. Oh, dit zijn ze allemaal? Ja, dat is de functie van deze stoel. Willem, die moet hier ook... Dus ik moet eigenlijk zeggen wie het moet worden. Mm-hmm. Ja. Wie zou je af laten vallen? Ik weet wel wie ik vind dat het moet worden eigenlijk. Mag dat ook? Nou, je moet het een beetje spannend maken. Dit is Mary Backstage. Nu mag je. Nou, dan maak je me wel moeilijk. Want ik vond ze vanavond echt allemaal heel erg goed. Ik vond het niveau heel hoog. Ja, je klinkt net als een jurylid die er heel erg leuk om de hete brei heen draait. Vertel, wie gaat eruit? Als ik dan een beetje... Ik heb goed geluisterd naar Willem. En ik zit nu natuurlijk toch in deze stoel. Dus het is jouw mening. Het is mijn mening. Oh, wat erg dit. Ik ken ze ook niet allemaal. Dus dat vind ik gemeen. Ik moet nu zeggen wie er in de schiet lekker op dit programma. Godverdikkie. En Willem is altijd al zo lang van zo'n sing-off. Ja, wie vandaag in de sing-off? Wie vandaag in de sing-off? Ik denk Carmen en Simone. Omdat? Omdat het ligt eigenlijk meer aan hun nummers dan aan hun vertolking, vind ik hoor. Maar ik vond hun nummers gewoon niet zo sterk als de rest. Oh, dat is lekker. Dat zal ik zo meteen tegen Maurice Wijnen doorgeven. Maar goed, dat voor zo... Ja, die zien we... Ja, dat geef ik door. Ja, die is daarvoor verantwoordelijk voor. En zometeen ga ik hem aan de tand voelen. Ze hebben zelf gekozen vanavond. Oh, dat is waar. Ja, toch? Ja, ze hebben zelf gekozen. Oh, Simone en Irene zeggen. Ja. Nee, Simone en Carmen. Carmen, ja. Denk ik, hè. Maar ja, goed. Ja. En wie blijft er dan over?
Ja, Sophie natuurlijk. Ja? Ja. Ik vind Sophie echt de Mary Poppins. Maar ze is ook een vriendinnetje van me, dus ik ben misschien een beetje gekleurd. God, er wordt hier gewoon aan promotie gedaan op deze paarstoep. Ja.